En dan ga je met je pollepel op je kont slaan. Heel goed. Heel goed. Hoi. Hoi. Vandaag heb ik een baan waarvan ik nooit had gedacht dat ik die met mijn stem kon doen. Werk waar ik voor het eerst belangst van krijg. Wij gaan namelijk aan het werk als sekstelefoniste. We have pink aan de lijn. En dat leren we van niemand minder dan de doorgewinterde sekstelefoniste Marijke. Met 20 jaar ervaring is zij de perfecte mentor die ons vandaag gaat inwerken tot professionele geile bellers. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan bellen. We gaan telefoneren op een sekslijn. Dus we gaan eerst een profiel aanmaken. Een soort alter ego maken. Ja, een alter ego. Dat is heel belangrijk. Want je wil niet met naam en toenaam bekend worden. Dus wij krijgen ook echt iemand aan de lijn die ons profiel dan straks heeft gezien en ook echt belt voor ons. Ja, dat klopt. Oh. Maar dat je echt iemand zo helemaal tot een orgasme brengt, dat vind ik wel echt eng. Maar hij doet het handwerk, hè? Jij hoeft niks te doen, jij hoeft alleen maar te luisteren. Ja, maar jij bent het gewend. Ja, dat is lachen. Maar als ik ongemakkelijk word, dan ga ik lachen. Maar is dat niet het allerlaatste wat je moet doen in zo'n gesprek? Ophangen gelijk als je een lach op voelt komen. Nee hoor, je moet gewoon even op de mute-knop drukken van je telefoon. Ah, als je in de lach schiet. Goeie tip. Ik zou het leuk vinden als je zo bij me komt liggen. Doe je goed, laat hem vandaag vertellen. Dat zou ik ook fijn vinden. Ja, ik ben wel lekker bij hem. Ik had dus geen idee dat dit beroep nog bestond. Mm-hmm. Wat voor soort mensen hebben dan nog echt behoefte aan een sekslijn? Nou, dat zijn de mensen die altijd al een sekslijn hebben gebeld. Echt, okay. Je hebt hele oude klanten, mensen die al 20 jaar of nog langer die sekslijn bellen. En je hebt mensen die een bepaalde fantasie hebben. Die ze in het echt niet echt kunnen beleven. En je kan wel in een chatroom bij een dame je verhaal gaan tikken. Maar daar heeft die mevrouw helemaal geen tijd voor. Want naast jou nog 10 anderen die ze ook even moet bedienen. Dus bij een telefoon is het echt 1-op-1. En dat is de kwaliteit die een telefoon biedt ten opzichte van een webcam of een chatroom. En hoe vaak word je dan gebeld op één avond? Dat kan heel erg verschillen. Dat kan per dag verschillen, dat kan per week verschillen. Als het heel erg druk is, dan gaat die telefoon achter elkaar. Hoe vaak er wordt gebeld, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, ik leg die telefoon neer en hij gaat weer. Dat kan gebeuren. En dat kan een uur lang duren, of misschien wel 2 uur. En dan kan het helemaal stil zijn. En dan kan je ook gewoon 2 of 3 uur helemaal niemand aan de lijn hebben. De eerste stap tot een carrière als sekstelefoniste is een profiel aanmaken om bellers te trekken. Deze bestaat uit een foto met een kort, spannend tekstje. Klinkt simpel, maar er is al behoorlijk wat aanbod. Hoe spring jij er tussenuit? Oh, ik zie al heel veel profielen. Ja. Ik zie iemand gewoon in een poncho en ik zie echt een volledig ingezoomde klit. Ja, daar valt niks meer over te fantaseren. Je ziet alles al, maar wat heeft die mevrouw nou onder de kleding? Wat zit er onder die poncho? Oh, ik snap het, ja. Oh, dus eigenlijk werkt dit juist een beetje tegen als je zo naakt. Eigenlijk wel. Ah, okay. Het is niet goed voor de fantasie, want je ziet alles al. Ja. En we kunnen even als voorbeeld mijn profiel even bekijken van hoe dat eruit ziet. Dat is leuk. Nou, ik ben dus niet online, maar ik heb wat foto's neergezet. Ik zie je leeftijd, geaardheid, figuur. Maar voor mijn gevoel klopt dit allemaal wel. Ik ben vrij dicht bij mijn persoonlijk, bij mijn persoon gebleven. En dan even kennen staat een korte omschrijving. Wie ben ik? Een dominante dame met een onverzadigbare behoefte aan onderdanige mannen. Wauw! Ik plaag en verleid graag. Durf jij nu nog te bellen? Wat goed. Ja. Wat een goede tekst. En vanuit hier kun je dan nog een beetje experimenteren. Als ik iemand aan de telefoon heb en die kikt op een hele dikke vrouw. Ja. En ik denk, kan mij het schelen. Ik doe alsof ik heel dik ben. Ja. Ja, dan ben ik gewoon heel erg dik. Ja, precies. Ik wil echt blond met hele grote tieten. Ja, ga je helemaal anders dan hoe je normaal bent? Ja, ik denk ook dat het dan ook makkelijker voor mij is om dan straks te bellen. Omdat ik dan een beetje buiten mezelf treed. Je kan echt alles bedenken nu over jezelf. Hè? Heb je al een soort van fantasie over jezelf? Nou, ik heb wel een beetje nagedacht. Ik denk dat ik ook een beetje dominant
wil zijn. Maar misschien is dat ook omdat ik dan denk, dan hoef ik zelf niet al te veel seksueels te doen. Dus dit is mijn kans. Ik kan gewoon zijn wie ik wil. Oké, wacht. Haarkleur. Huiskleur. Kleurogen. Blauw. Lichaamsbouw. Normaal. Ik ben zeg maar zo. Ja? Dit zijn dan de borsten. Piercings. Ja, overal. Diva, heb jij kousen aan? Ja, zeker. Ik heb kousen aan. Oh. Want ik ben een student. Kousen. En kut maat F. Of zou ik er nog eentje omhoog doen? Gewoon eentje omhoog. Nog eentje omhoog doen, hè? G. Met veel last van mijn rug, denk ik. Ik ben 19. Oh, mooie leeftijd. Ik vind het wel heel leuk dat je helemaal je eigen persoon... Het voelt als een Sims. Een beetje als Simpson. Ja, een soort geil hobbo hotel. Heb jij al een naam? Nee, ik heb nog geen naam. Diva zoekt Dick. Diva zoekt Daddy. Ja, top. Oké, nou. Ja. Maar dan ben jij dus meer de dominante. Ja, ik dacht Inferno Kitty. Dat is kan. Is maar... goed? Je bent niet overdonderd. Mwah, ik zou in het gesprek gewoon het houden bij Kitty, maar... Hey, Kitty. Nee, doe dat niet. Oké, ik doe gewoon... En nu staat er over jou. Vertel iets over jezelf. Maar jij wilt gelijk weer iets heel poëtisch. Nee, ik wil een soort van... Ik zit opgesloten in een kast zonder sleutel. Help jij me aan vermaak, maar niet stout zijn. Dan krijg je staf. Zou ik gewoon zeggen nieuw hier... Ik ben een onschuldig meisje die begeleiding nodig heeft. Ja, kijk, dan ben je er al. Oh. Oké, dus we hebben alles nu ingevuld. Mm-hmm. Nu moeten we foto's gaan maken. Ja. Nee, persoonlijk vind ik de rechter het geilst. Deze? Ja. Oké, ja. Maar niet mijn borst, hè, want ik heb cup G. Oh, ja. Wel het grootste deel lel. Maar een beetje oorschoen, maar wel de hele lel. String er bovenuit? Nee, ja. Outfit, jawel. Meer string. Oh. Dit is toch mooi? Ja. Oh. Ja, ik voel het ook nu. We hebben hem toch? Ja, ik denk het wel. Nou, dit is helemaal goed. Ik vind het een dominant. Dit is mooi. Voordat de lijnen opengaan, is er nog één belangrijke taak. Een voicemail inspreken. Die moet klanten over de streep halen om ook daadwerkelijk met je te gaan bellen. Ik zal als voorbeeld jullie mijn voicemail laten horen. Het is een advertentietekst, zo moet je het een beetje zien. Oh, als je vandaag weer zo heerlijk geil en lekker hoerig bezig bent. Hoerig. Zou jij graag mijn geile gebruiksteefje zijn? Gebruiksteefje? Nou, kom maar snel bij deze spannende kinky dame en... Kijk maar wat er gebeurt. Oh, je maakt het wel heel spannend met die pauzes ertussen. Dat ga ik opschrijven. Ja. Heb je al een idee? Hey daddy. Ja, echt? Je schrok. Maar dan trek je wel echt die daddy's aan, hè? Wil je dat? Ja, dat stond ook in mijn omschrijving. Ah, dat is waar. Oké, laten we het opnemen. Het kan toch wel opnieuw? Als het kan elke keer opnieuw, nou, zo vaak als je wil. Dan wil ik het gewoon doen. Nee. Gaat hij al? Oh nee, wacht. Nee, ik wil het opnieuw doen. Je hebt het volgende ingesproken. Oh, daar ben ik heel benieuwd. Oh nee, wacht. Nee, ik zou je doen. Oh nee. Inferno Kitty hier. Ik zit hier in mijn latex pakje in de bijkeuken, want ik ben buiten gesloten. Maar ik verveel me zo erg. En ik ben op zoek naar iemand die me kan entertainen. Geen poesies, want dan krijg je straf. Dus bel me nu. En als ik bezet ben, dan heb je pech. Kijk deze vlek, jongen. Dit is de voicemail. Klinkt het wel geil genoeg, denk je? Oh, hij prikkelt. Echt. Ja? Ja. Echt? Oké, ik vertrouw jou. Oké, dan ben ik tevreden. Hey, dit is Daisy. Ik heb een lange dag gehad op studie. Ben jij de daddy die me helpt aan ontspanning? Ik hoor graag van je. Oh, dat einde. Nee, ik klink als 10. Ja, dat is zo. Ja, maar is dat geil? Het is gewoon alsof je Sesamstraat belt. Maar daar kunnen we niks aan doen. Daar moeten we mee werken. Dit is top.
Nu gaan we de lijnen openzetten. Dan kan iedereen ons bellen. Ja. Dus nu moeten we echt aan. Letterlijk en figuurlijk. Ben je daar klaar voor, lieve? Nee, natuurlijk niet. Jij? Ik ben zo zenuwachtig. Ik weet niet. Ik voel helemaal mijn hart. Ik voel me helemaal warm. Volgens mij ben ik helemaal rood. Omdat ik gewoon niet weet wat ik moet verwachten. Ik heb ook nog nooit zo'n gesprek gehoord. Oké, zullen we hem tegelijk op één zetten? Ja, is het goed. Oké. 3, 2, 1. Je staat nu aan. Kan ik ophangen nu? Geef een 4. Kan je ophangen? Dat is letterlijk sinds hij zei, je staat nu aan, ging mijn hartslag nog sneller. Ja? Heb je dat niet? Vind je het niet heel spannend? Nee, nog niet. Dus ik kan elk moment nu bellen, hè? Ja. Oh, mag ik even gaan lopen? Gaan we rondjes lopen? Ik ga gewoon even... Ik heb het gevoel dat ik de enige ben die hier zenuwachtig is. Ja. Hé, hoezo ben je nou zo chill ineens? Ja, ik weet het niet. Misschien ben ik geboren om dit te doen. Oké. Ik wou dat ik hetzelfde had, maar het kan ook dat ik het onderschat. Ik bel jou. Ik bel jou even voor de... Ik ben een geile man. Hallo, met Inferno Kitty. Oh, ik had wel een geilere toon verwacht. Ja, goed. Oké, maar schat, even, je bent toch dominant? Ik ben dominant, ja. Oké, opnieuw. Nee, ik wil echt mijn best doen. Ik doe echt mijn best. Je doet je best. Ik wil ook, zij betalen hiervoor. Ik wil gewoon goed werk leveren. Nou, dat ken je toch ook? Ja. Oké, nog één keer. Hallo, ik ben Vel. Ja, dat snap ik. En daar gaan we wat mee doen. Wat ga je met me doen dan? Wat heb je allemaal thuis liggen? Nou, ik wil weten wat jij thuis hebt liggen. Ik zit opgesloten in de bijkeuken, dus ik heb niet zoveel liggen. Ik heb alleen een fles spa. Wat saai. Ik word gebeld. Hi. Anna. Hey. Hoe is het met je? Ja, het gaat. Ja. Met jou? Ja, lekker. Ja, wat heb je gedaan vandaag? Ik heb gewerkt. Oh, hoe was het op je werk? Ja, goed. Ook lange dagen of niet? Ja. Ja, ik ook. Ja? Ja, met studie en zo. Wat zou je graag willen? Nou, ik ben redelijk nieuw. Je bent mijn eerste beller. Echt waar? Ja, echt. Ik zou het leuk vinden als je zo bij me komt liggen. Doe het goed, laat hem vanavond. Nou, ja. Dat zou ik ook fijn vinden. Ja, ik ben maar lekker bij me. Zal ik hem overnemen? Hallo? Hi. Ja? Hey. Je was een beetje weg ineens. Ja, sorry. Spannend allemaal. Ja? Wel een beetje opwindend, toch? Nee, hij is aan het kruipen op mijn stoel. Oh. Het spijt me. Het spijt me, je bent vast een goede jongen, maar... Nee, wat zou ik zeggen? Hoe zou ik het afronden? Ja, zeg maar dat het te spannend wordt en dat je later nog maar eens mag bellen. Hallo. Zullen we later verder bellen? Ik vind het een beetje veel. Oké, is goed. Oké. Nou, doei. Diva, fucking goed gedaan! Ja, ik heb hier wat zweethanden! Oh mijn god, sorry, ik vind het fijn voor hem dat dit kan, maar niet bij mij. Maar wat vind je dan zo erg? Nou, ik vond het in het begin nog niet zo erg, maar toen je echt hoorde dat hij er opgewonden van werd, toen dacht ik van, oh, nee. Die gezichten die jij trekt, dat je zo onschuldig in een rol zit, en dan doe je hem opnieuw, en dan... Oh, nee! Oké, jongens, wacht nou eens niet een keer. Nee, dit is jouw persona. Oké. Hallo? Hi. Hey. Wat voor kut heb je? G.
Ja. Ja. Misschien beginnen met zoenen? Vind ik wel veel om mee te beginnen. Laten we het wat rustiger aanpakken. Oké. Okay. Ja. Hey. Ja, ik krijg wel veel complimenten op een dag. Kan je me ook een complimentje geven? Nou ja, heel eerlijk gezegd sport ik niet. Ik sport wel in de slaapkamer. Oh ja, dat geloof ik. Ik zoek wel een keer een geil meisje. Zou het wel leuk vinden als ik misschien een kleine kusje in je nek geef? Oh, hij is zo cute. Oh, sorry, de bel gaat. Ik moet gaan. Oké, is goed. Doei. Doei. Jij kan dit zo goed, want ik denk de hele tijd door naar... Oké, wat heb je in je handen? Hoe groot is je dik of zo? Maar jij gaat zo... Oh, zoenen, dat vind ik wel snel gaan. Dan dacht ik, oh ja, wauw, wat een opbouw. Ja, ik woon wel met huisgenoten. Ja, is je erbij? Ik kan er eentje halen. Ja, oké, okay, wacht, wacht, mag je? Ik heb mijn huisgenoot erbij gehaald. Ze heet Kitty. Oké. Okay. Hi, dit is Kitty. Wat ben je aan het doen? Ik ga spelen. Klinkt leuk om een beetje dominant te zijn. Dat vind ik denk ik wel leuk. Ja? Oké. Dat klinkt goed. Vertel het over jezelf. Zie je eruit? Ik heb blond haar. Ja? En in golven. En ik heb grote borsten. Ben je alleen thuis? Ik ben alleen thuis. En heb je je kleren aan of uit? Ik heb ze nu al aan. Oké, doe maar even je broek uit dan. Oké. Hou je van pijn? Wel een beetje. Nee, ik begrijp het uit je handen. Ja, ik doe mijn best. Dat gaat goed. Moet je als ik u zeggen? Ja, doe maar. Oké. En loop maar even naar de keuken. Ja. Hij doet gewoon alles wat ik zeg. Ja, en ik vraag hem een pollepel. Ja? Ja, ik wil hem iets uit de keuken laten pakken. Zou hij dat doen, denk je? Oh, ja, zeker. Oh, wat een macht. Oh, dit voelt heel leuk en verkeerd tegelijk. Oh, heeft... Waar ben je nu? In de keuken. Haal maar even een pollepel uit de la. En loop maar even terug naar de bank. En ga maar zo zitten op je... hoe heet dat, op je scheenbenen, dat je op de knieën op de bank zit. En dan ga je met je pollepel op je kont slaan. Mm-hmm. Ik doe mijn best. Heel goed, heel goed. Ja, jij bent wel mijn slaafje, hè? Mm-hmm. Ja, meisjes. En nu ben je nu naakt, behalve je t-shirt? Ja. Yeah. Oké, ga maar even voelen. En hou nu maar op met aan je piemel zitten en ga maar even op je ballen slaan. Heel goed. Heel goed, kleine slet. Heel goed, sletje. Vanaf nu moet je me aanspreken met meesteres Kitty. Ja, meesteres Kitty. Braaf. Oké, nu mag je wel even je vingers nat maken. Spuug er maar op. En nu aan je piemel. Ja, meesteres. Meesteres Kitty is het. Meesteres Kitty. Ja, nu heb je straf. Nu moet je weer even met die pollepel op je kont slaan. En zeg, ik ben je slet. Ik ben een slet, mijn zusje. Heel goed, met u. Yes. Waarom mag ik een slet worden, mijn zus? Ja, je bent mijn kleine slet. Wanneer moet ik beginnen? 8, 10, 9, 8,
Je moet aftellen. Van 10 naar 9 en dan bij 1 klaarkomen. Ja, bij 6. 10, 9. Harder, ja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zeg, ik ben een vieze kleine slet. Ik ben een vieze kleine slet van die meesters, Kitty. Maar dankjewel, meesters. Graag gedaan. Bel me vaker. Ja, meesters. Ik kan ophangen. Oké. Okay. Doei. Mag ik even uitschudden? Oh my god. Oh, je was echt goed. Wat? Oh, je moet even bijkomen. Hoe voel je? Ik ben... What the fuck? Waarvoor? Ik vond hem heel chill. Ik vond hem heel lief. Hij was echt lief. Ik ben echt blij dat hij zo lief was. Ja. Ik vind dominant zijn eigenlijk echt leuk. Maar af en toe dan vergat ik dat het allemaal echt was. Dus dan zat ik in een verhaal en toen zei ik pak een pollepel. En dan hoorde ik hem echt pats, pats. En toen ineens besefte ik me dat het gewoon echt was. Dat er gewoon iemand echt op zijn kont zit te slaan ergens in Nederland. En jij, hoe vond jij het om te doen? Nee, ik vond het niet fijn. Nee. Nee, ook niet tot voordat ze echt aan hunzelf gingen zitten? Toen vond ik het nog wel leuk. Maar toen ik echt gekreun en gehijg hoorde aan de andere lijn, wilde ik het gelijk niet meer. Maar ja, Ansier, je bent hartstikke geschikt. Je stem, echt, mannen die komen al bijna klaar op jouw stem. Ja, dat is gewoon zo. Dus, en ik vond ze dus eigenlijk ook nog heel erg voorzichtig naar jou toe komen. En heel lief ook. Maar het is wel iemand die echt klaarkomt aan de andere kant van de lijn. Maar het is ook niet echt helemaal echt. Het blijft voor een heel groot deel fantasie. Ik voel me ook schuldig. Waarom? Ja, omdat inderdaad dat... Zij gaan uit van een fantasie en dat ik daar helemaal in opga, maar ik was gewoon vooral aan het lachen. En dan dacht ik, oh, dit zijn zulke lieve normale jongens die mij hadden gebeld en ook echt respectvol naar mij. Ik vind het wel een vette baan hoor, ik snap jou wel. Ja? Ik zie het wel voor me dat je zo als bijbaantje dit zou doen. Ja, ik heb me verbaasd over jullie kundigheid om een gesprek draaiende te houden. Want het is wel kunst om elke keer maar weer een nieuwe vraag te verzinnen als het een beetje doodloopt. En dat het een beetje hapert en dat je even stil bent, dat je na moet denken, dat is vrij normaal. Ik vind jullie wel natuurtalenten hoor. Dus je zou ons wel aannemen? Ja. Dus als we ontslagen worden bij Spuiten en Slikken, in elk geval bij jou aangenomen. Ja, dan kunnen jullie gewoon hier komen werken. Oh, leuk! Ik vind het goed. Ja, gezellig ook met z'n drieën.